Yo mensen, toch video. Mijn naam is Wesley van Westboy 1999. En vandaag we weer de Pekwolle, Manager Cream met heel wat leuke wedstrijden. Aja, tegen Ajax spelen we spelen tegen uh, Dortmund in de Champions League. We gaan het zien hoe dat gaat worden. We gaan beginnen aan de wedstrijd tegen Ajax. Met een, uh, toch een paar aanpassingen wat spelers. Zijn Mo Martens gaat spelen. De Vries speelt. Een heel jong centraal verdedigingsduo dus. En voor de rest van dat eigenlijk een beetje de ene ja, van de berg zetten we er dan ook nog in. En Rijn dus in de spits samen met Lennart T. We gaan zien hoe dit elftal zich staande houdt tegen Ajax. Een paar wisseldingetjes nog en dan gaan we toch echt beginnen aan de wedstrijd. Ajax, Pexhollen. Wat vaker heel goed uitpakte, ook voor Peksolle zelf. En wij gaan kijken wat we nu kunnen doen. Kolitsch. Goh Gorlitsch, schiet hem voor Van den Berg. En het is een goede kopbal. En gelijk raak ook. 1-0 voor Pexholle. Binnen 10 minuten raak. Van den Berg maakt hem. Zo staat Pexholle al voor. Met 1-0 hier in de Johan Cruijff Arena. Goed gedaan door de jonge Davy Van den Berg. Zo zal het 0-1. Na 10 minuten spelen. we zit voor Ajax. Bergwijn die draait daar perfect weg, zich. Steven Bergwijn komt dan niet langs uh, de verdediging van Pax Zwolle. En nu komt er een countermogelijkheid. Reinders is een bal voor Gorter. Kwartier gespeeld. 1-0 voor Zolle. Akpom Fitzjim. Ja, op het moment dat ik het opneem, heb uh, Ajax gisteren verloren met 3-2 van uh, Herakles. Ja, niet de Herakles van de Eredivisie, maar zeg maar. De, ik weet niet, ja, je spreekt Duits zoals Herakles. Maar het is een Utrechtse voetbalclub, amateurclub. En daar heb Aarsjes al verloren met 3-2. Dat was super mooi om te zien. En hier lijken wij nu richting een 2-0 te gaan. Reinders. Reinders voor de kans. En 2-0 voor Peck Zwolle. En het is Reinders die het doet. Ondertussen nu vlak voor rust. Deze is 2-0 nu de voorsprong. Reinders. Kitelano de bal hier voor Gorter. Gorter, De bal naar voren gepeerd. Akpom. Goed de bal onderschept. De Vries. Reinders. Goede steekpas richting Kitilano Kitelano. En de binnenkant paal erin. En zo begint Pexvollen goed aan de tweede helft. Staat het 3-0. En Kitilano die het mag doen. Niet in het begin van de tweede helft. Einde van de eerste helft was het extra tijd. Waar de 3-0 dus uitkwam. Nu beginnen we aan die tweede helft. Met een 3-0 voorsprong voor Pexvollen. Dit peksvollen, wat zo goed bezig is: Kitelano. Reinders. De Vries. Zorg. Nog steeds malen weer voor peksvollen. Goric. Komt er een voorzet dan uit? Die lijkt, leek er te komen. Waar onderschept nu Lenartie. Goed. Van den Berg. Schot geblokt. Een mooie nu van uh, Van den Belt. Reinders. Van den Berg. Goed. Van den Berg. En de onderkant laat. En niet over de lijn geweest. Blijft dus 3-0. Klaassen. Kevin Dix. Dix. Schot geblokt. Bal nog steeds voor uh, Pax En de redding. Van de doelman. Dus uh, de laatste 10 minuten. En nog steeds is het. Uh, niet de laatste 10 minuten. De laatste 2 minuten. Nog steeds de 3-0 voorsprong voor Pax is. Ah, hij is niet echt. Uh, nog een kans gaat. Nu misschien niet dan. Moet het oppassen. Van den Bomen. Bergwijn. 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 En doelpunt Ajax. 1-3. Zo komt Ajax toch wel wat te laat in de wedstrijd terug. Ietsjes terug. Door het doelpunt van Steven Bergwijn. Van den Belt. Komt er dan nog een 4-1. Vlak naar het doelpunt van Ajax. Van den Belt. Maar de redding is te vergorten. Extra tijd zit er wel dik overheen. Maar er nog een hoeekzoek komt voor Peksvolle. Volle. Wijn Thomas met de omhaal. En dan staat er een speler op de lijn. En is het nu wel klaar. Peksvolle wind met 3-1. We gaan met een goed gevoel door naar de volgende Eredivisie-wedstrijd. En uh, deze aflevering worden we trouwens ook bondscoach. Jullie weten al een titel te zien al welke land dat is: Marokko. Wij gaan bondscoach worden van Marokko. Ik vond het wel een uitdaging. Hopelijk dat we een WK ver kunnen komen op een WK met Marokko. We gaan in ieder geval wel dus aan doen. Dat betekent ook dat deze kuur moet gewoon blijven. En misschien dat we wel een transfer maken naar een andere club aan het einde van dit seizoen. Dat kan Of weer de winterstop zelfs. We weten het niet. Dat ik een andere kleine club verder help of een middelmoot club in de Eredivisie. Hier thuis met 1-0 door Ali. En dan mochten we het transfereren naar een andere club als manager, dat nemen we Ali mee. Ali is een speler die we gewoon naar elke club meenemen. Voor de rest nemen we niemand mee. Maar hij, gewoon die jeugdspeler moeten we gewoon uh, meenemen. Hier zien we het. We moeten de laatste 16 halen als uh, bonds van Marokko. Ja, we, we willen natuurlijk ja, gewoon de stunt zijn. Dat doen we dan voor één jaar. Want ja, je kan dan alleen maar 2K um, hebben ze zijn, ze zijn in Europees land. Dus alleen het WK met Marokko, Dat zou nog wel één jaartje zijn, of jullie willen zeggen van je blijft gewoon, blijft gewoon langer bij Marokko. En na Marokko misschien andere landen. Een beetje landjes zoals België, misschien. Dat landjes, België zo'n land. Of Griekenland als we een kans krijgen. Of Turkije of uh, nou, Qatar niet. Maar gewoon de kleine landjes als Bondscoach uh, Mooi gaan spelen op EKVK. In ieder geval gaan we nu kijken wat we kunnen doen hier tegen Borussia Dortmund in Zwolle. Dat is ook verrassend voor eh, Dortmund, dus hier aankomend in het kleine stadion in Zwolle. Ali, goede paas, Kitalano. In ieder geval is de eerste sterke aanval hier in de 15 minuut voor Pax Vollen. Van den Belt te hard deze paas. Malen zet de druk, bal komt hier, Goritsch, maar in de handen van uh, Kobel. De bal dus klem de eerste gevaarlijke kans, of gevaarlijk, de eerste mogelijkheid voor Peksvolle op een 1-0. De bal zit nu dus voor uh, Dortmund, die komen hier langs. Dit is oppassen passen nu voor uh, Zwolle, dit is een onderschepping. Geen overtreding, nee, wordt doorgespeeld. Komt er misschien een uh, counter mogelijkheid, Kitalano, goed, Drioic, Drioic, Ali. Vindt hij zijn medespeler? Ja, die vindt hij, hier met Kitalano en de redding van Kobel. Hoekschop. Maar niks uitkwam. Hier dan de hoekschop. Ja, op is 35. Komt er de hoekschop. Klaassen krijgt de bal niet goed. Driehoewits vangt de bal weer op. Driehoewits, Kitolano weer. Kitolano en de bal nu naast. We zien, uh, we, gaan, we staan druk. De coach langs die zijlijn. In ieder geval nu de doeltrap voor Dortmund. Nog steeds uh, bijna de rust. En uh, nog steeds 0-0 tussen deze tegenstanders. Waar wij nu de bal zitten, we hebben. Ali, Leonardo. Lenartie opnieuw. En nu is het wel raak. 1-0 voor Zwolle, zo vlak voor rust. Lenartie die het doet. En zo staan we met 1-0 voor. En dan gaat Dortmund weer aftrappen. Hebben ze afgetrapt, bal hier voor Malen. Malen op zoek nu naar de ruimte. Goed onderschept nu. Kolić. Klaassen. Van den Belt. Het is gevonden. Van den Belt. Goede steekpaas. Lenartie. Lenartie is eruit. Geeft de bal. De bal. naar de handen van de doelman. 55ste minuut. Er is een overtreding. Pax Komt er ook een kaart? Is er een kaart gekomen? Zeker, Geen kaart voor Kersten. 56 e minuut. Nog steeds de 1-0 voorsprong voor Peksvolle. Die ze natuurlijk vast willen houden hier in het eigen stadion. Maar Dortmund is, zal Dortmund natuurlijk niet zijn dat ze zeker hun kansen gaan krijgen. Kersten. Wordt daar even van de bal gezet. Haller. Haller. Adayemi. Adaiemi En het is de gelijkmaker voor Dortmund. 1-1. 61ste minuut. Adayemi. Die we wel eens in de career mode gehad hebben, volgens mij. In onze vorige series voor FIFA's. Met Lenny Vulma. Volgens mij bij World hebben we World United toen gehaald. Maar wij geven gelijk hier snel antwoord. Het is Lucas Tijls. De invaller, die de 2-1 binnenschiet. En zo geven wij gelijk antwoord naar die. Doepen van Adayemi. Maar Dortmund gaat weer ook weer op jacht. Brand. Walker. Walker. Geeft de paas. Op Malen. De Nederlander noten benen. En die ziet hem binnen. Het is tegelijk maken. 2-2. Donjo Malen. Maar Ryan Thomas erin komt voor Davy. Was het goed voor Davy Klaassen? Ik denk het wel. Maar het staat dus weer gelijk. 2-2. We houdt de top. Zou je zeggen. Van een belt. Van de belt op de flank. Die heel goed daar uh, uit zijn voeten komt op die plek. Wij weten hem daar heel goed neer te zetten. Lennart krijgt de bal daar niet. De bal hier wel gevangen door Van den Belt. Ryan Thomas. Inderdaad Klaas was eruit gehaald. Waardoor Ryan Thomas erin was gegaan. En het is hier weer Lucas Tanjos. 3-2 Zwolle. En weer is het Lucas Tajos. De tweede in deze wedstrijd. Ondertussen de 81e minuut. Pek lijkt het licht gezien te hebben naar die 3-2. En gaat hij zelfs naar 4-2. Kitolano scoort 4-2 Zwolle. In de slop lijkt Zwolle het te beslissen. Maar met name uh, Lucas Stanjols heeft, heeft zich laten zien in deze wedstrijd. Adayemi gaat hier maar weer eens langs. Adayemi nog steeds. Adayemi wordt het dan 4-3. En het is wel een strafschop. dus is een overtreding. Gele kaart. En dan gaat er nog een kans komen voor een 4-3. Om het nog spannend te maken. Haller tegenover Schendelaar. En het is alleen niet onderkant lat eruit en wegwerken nu van Zwolle. Nee, niet helemaal goed. Adayemi, die staat dan. wat zat hij daar te doen? Zat hij daar, wat, wat, ik weet niet wat, wat, wat IA aan het doen was, maar hij bleef maar staan. Ik dacht van nou ja, daar, dan onderschep ik die bal. Maar ik heb echt geen flauw idee wat FIFA, wat het spel hier aan het doen was. Maar we winnen. Met 4-2, uiteindelijk toch nog groot, ja, te groot misschien zou je zeggen. Maar goed, het is in de laatste minuten, uh, heeft het goed uitgepakt. En zo gaan we, doen we goed tot nu toe in de Champions League. Twee doelpunten ook dus van uh, Luc Castellos, de man. Wat ik niet verwacht had van de wedstrijd. Natuurlijk geen basispits, geen basiskracht. En we gaan door tegen Fortuna. Die gaan we snel simuleren. En wat gaan we doen tegen Fortuna Sittard? Dan hebben we onze eerste die verschappelijke wedstrijd. met Marokko, die gaan we ook snel simuleren. Want ja, verschappelijk is niet, tot nu toe niet zo belangrijk. Fortuna Zwolle, die wedstrijd gaan we snel door simuleren. En die wedstrijd, die wat doen we tegen... Ja, 2-2, oké. Okay. Kan ik meeleven? 2-2 tegen uh, Fortuna. Um, nou ja, Tsjechië en Amerika. Volgens mij is dat USA. Dat is Amerika. Wat doen we tegen Tsjechië met het, uh, onze eerste wedstrijd, dus uh, voor Marokko? Als bondscoach. We gaan het team. Uh, dit is het team zoals ik het er neergezet. En daar weer midden, weer met 2-0. Kijk, dat is mooi om te zien. En dan gaan we door naar de wedstrijd tegen uh, Amerika. Moet toch ook, ja de VS, dat, uh, wordt dat wat denk je? Moeten we dat, ik ga kijken. We gaan kijken of het dat wordt. We gaan kijken of het wat wordt. Um, Marokko tegen de VS. En die verliezen we helaas met 2-1. Gewonnen en verloren dus, op zich niet slecht. NSC gaan we dus nu snel simuleren. De volgende aflevering spelen wij tegen de Spurs. Wat doen we tegen NSC? Daar gaan we trouwens de hoogtepunten van doen. Niet uh, snel simuleren. We gaan het zien wat we kunnen tegen NSC. En dan de volgende aflevering, de wedstrijd tegen de Spurs. De derde wedstrijd in de groepsfase. Galatasaray, Dortmund en de Spurs, dat waren de ploegen in de groep. En daarna moeten we natuurlijk nog een keer tegen ze. Hier komt de eerste kans voor ons, maar het schot wordt geblokt. Bal terug. Klaassen hier, Klaassen, Ali. Ali. Komen we, komen we er langs? Ali? Ja, daar wacht het hoog over. 31 minuut weer een kans voor Zolle hier met Ali. En die heeft de bal dan uiteindelijk ja, goed onderschept. Lennart T. En het is de bal weer net naast. Vlak voor rust komt er een kans voor NS, NEC. 44 minuut Hoedemakers. Hoedemakers. Druk wordt gezet door Klaassen. Nog steeds bal is voor NEC. Hoedemakers zegt de bal terug. Maas. Druk gezet door Kersten. NEC weet de bal te behouden. Hansen. Goed onderschept. Van den Belt. Nu komt er weer een kans voor NSC na 58 e minuut. Verre voorzet die goed aankwam. Maar dat had ik toch onderschept op het laatste moment. Kitalaan, nu misschien de countermogelijkheid. Klaassen, goed. Klaassen, Ali. Klaassen. En het is 1-0 voor Pexolle. Zwolle. Davy Klaassen scoort. En de aanvoerder zet zijn ploeg op 1-0. En 63 Dan krijgt NSC weer een kans op een gelijk maken. Verre voorzet weer. Weer onderschept. Weer de counter. Lijkt er wel op. Driew -iets. iets. Nu dan weer. Driewiets. Goede afgeven van Den Belt. En het eigenlijk de bal raakt. Ja, het is uh, 2-0. Zo lijkt Zolle af te schrijven. Vooraf naar de west tegen de Spurs. Op een overwinning. Wordt het dan zelfs 3-0? Nee, toch nog misschien de kans. De redding Schot geblokt. Zolle nu weer de laatste twee minuten van de wedstrijd richting het doel van NEC. Weer een goede verre voorzet van Den Belt. Schiet de bal nu hoog over en is het klaar. Nu zijn we 2-0. Doen we dus goede zaken. Gaan we het goed gevoel naar de volgende wedstrijd tegen de Spurs. En die dus spelen wij in de volgende aflevering weer. zeg dus bedankt voor het kijken. De op Timo's gedaan. En dan zeg ik: tot tijd. en zoals nu. Later. Doei, doei.